apparaten die al jaren trouwe dienst bewijzen. Leden van de Consumentenbond vertellen over hun gouden ouwe. Ik was toen 19 en die tuner was eigenlijk een van de eerste aanschaffen die ik heb gedaan om een stereo voor die tijd radioprogramma's te kunnen ontvangen. Dat was toch wel al heel apart in die tijd. Een versterker, een tv'tje, wat ik toen de tijd ook op kamers woonde, dus aangeschaft heb. In diezelfde tijd trouwens ook in 69 en een platenspeler. Ik verdiende al geld en er waren heel veel van mijn vrienden die nog op school zaten. En dus nog geen inkomsten hadden. En je zat dan voor lekker te kijken dat ik zo'n ding had natuurlijk. ja, dat weet ik nog wel, ja. Ja. Het was een tijd van de popmuziek in opkomst, zeg maar. Hè. Zoals jullie nu eigenlijk kennen, we weten allemaal dat de Beatles uiteindelijk... De leidraad zijn geweest voor wat we nu hebben, maar er ontwikkelde zich in de Verenigde Staten natuurlijk van alles, onder andere Crosby, Stills en Nash, en dat was toen in die tijd voor mij natuurlijk helemaal te gek. Hè? Ja. Gelukkig geen automaat, want dat kan alleen maar een hoop narigheid veroorzaken. Nou, het is een snaar aangedreven, dus je kunt hem gewoon zo met de hand starten, maar ik geef hem altijd even een slingertje, omdat die schijf vrij zwaar is en daar spaar je dus ook het snaartje mee. Het is een mooie lift op, dus die zet hem boven de plaat en je laat hem zakken. Dit is de ideale plek om te genieten van het stereo geluid? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja, wat had ik hier? Ja, wat ik net al zei, je hebt die... Wat toen de tijd heel bijzonder was, dat die kanaalscheiding wilden ze vooral laten horen dat er vooral was. Hè? Het stereo-effect. Ja, het stereo-effect. Ja. De zang aan de ene kant en de begeleidende de slaggitaar rechts bijvoorbeeld en de solo links. Ja. Ja. Het enige wat er ooit aan kapot is geweest is het controlelampje. En voor de rest niks. Hij doet het elke dag nog. Ik heb hem van 's morgens 7 tot 's avonds 6 als we weer thuis zijn, staat hij aan. Vaak voor de hond als hij alleen thuis is. En dan, om toch het achtergrondgeluid te hebben, maar hij staat altijd aan. Heeft u ook een gouden ouwe? Mail uw verhaal naar video@consumentenbond.nl.